Trekken, de opbouw van achteruit trainen. Nou, dat betekent, er zijn een aantal dingen zijn daar belangrijk natuurlijk. Bijvoorbeeld, wat is belangrijk? Goede inspelpas. Goede inspelpas. Coach. Vrijlopen. Vooractie. Heel goed. Alles wat we net hebben gedaan. Alles wat we net hebben gedaan, dat komt erin terug. Maar wat is het allerbelangrijkste in je opbouw? Allerbelangrijkste. Goede pas. Rust. Naar de spitsen spelen. Uiteindelijk moet je komen naar het andere doel om te scoren. Dat is belangrijk. Daar bouw je een aanval van op. Maar het allerbelangrijkste opbouw is geen balverlies leiden. Dus geen balverlies in je eigen opbouw. Als je balverlies leidt in je eigen opbouw, dan betekent dat je hier ergens balverlies leidt, dat de tegenstander al bij je eigen doel is. Dus dat is belangrijk. Hoe worden de meeste goals gescoord tegenwoordig in Europa? Diep, soms. Ja. In omschakeling. Weet je wat dat is? Omschakeling. Counter. PSV. Ja. Omschakeling goals. Ja, dus als je op het moment dat je de bal verliest, dat de tegenstander heel snel over je heen gaat en kan scoren. Waarom is dat vaak zo? Iemand een idee waarom dat zo is? Omdat er dan weinig mannen achterin. Wat zei je? Staat de tegenstander niet goed opgesteld. Juist. Vaak is het zo dat de tegenstander niet goed in de organisatie staat. Dat betekent dus een aantal dingen zijn heel belangrijk in de opbouwtraining ook. Wat doet de rest als je de bal niet hebt bijvoorbeeld? Hè? Restverdeling enzovoort enzovoort. Nou, laten we zo direct allemaal terugkomen. Ja? Ja. Oké, als die vier groenen zich opstellen achterin, drie middenvelders, twee spitsen en die rode staan er tegenover. We hebben twee keepers dan. Nee, één keeper staat daar. En? Juist. Oké, even wachten. Jij gaf ook druk op mij, hè? Dan is de optie middenvelder, back. Juist. Snap je? Haal uit! Stop! Wat hadden we gezegd wat dodelijk was? Straks? Balverlies in je opbouw. Wat is de situatie? Je hebt vol druk van je linkerspits. Pak de bal. Vol druk van je linkerspits en je wilt toch vooruit. Ja? Waar zou je heen spelen? Wat is nu de beste oplossing? Stop! Nee, hij komt daar vandaan. Wat is de beste oplossing? Juist, overnieuw beginnen. Ik wil wel voor degene die afvalt, wie dat ook mag zijn, een pleister op de wonden geven, dat ik die een keer uitnodig bij een wedstrijd van Vitesse via Fons. Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja. Een wedstrijd. Ja. Ajax. Afvallen is ook bekend. Nou, goed dat je dat van tevoren niet verteld hebt, Milou.